Ja, dat is natuurlijk heel raar. Je zou verwachten dat het dan beter gaat, maar... Dit stukje heb ik dus echt niet gemist. Oh, ik heb me net zo vol gegeten. Goedemorgen, het is maandag. En wat altijd warm moet blijven in je lijf is je hersens en je hart. Ja, nou wel, je andere orgaan is ook wel fijn. Morgen. Maar we zijn onderweg naar school. Alles we zijn heel vroeg. Laten worden. Dan doen ze eerst de vingers. Maar goed, ik moet heel veel dingen vragen. We moeten heel veel dingen doen. Zelf de uitnodigingen die wil ze uitdelen. Maar ze heeft heel erg last van de voet, dus ik weet niet of het hem gaat lukken. Het was ook een beetje blauwig, niet alarmerend. Maar ik snap wel dat het pijn doet met lopen. Dus ik moet even de gymjuf spreken. Mila heeft zootjesles. En ze lunchen eigenlijk bij mij, maar ik weet niet of, Mila moet overblijven. Dus dat moet ik zo even overleggen. En als dat zo is, breng ik lunch als ik ze ophaal. En dan ga je met mij mee, hè? Dus ja, ik moet gewoon heel veel doen. Dus we zijn mega vroeg. Ja, je hebt dat jasje aan, hè? Ik had een jasje voor Sarah. Maar ik weet het niet. Echt al nou gaan doen met 2 jaar geleden gekocht. Volgens mij in de middag, dacht ik. Maar ik weet het niet. Wat in de ochtend doen? Maar dat jasje heb ik al 2 jaar geleden gekocht. Ik hoop dat ik in de ochtend ga doen. Nou, ik denk in de middag. Omdat als jullie dan vies worden, hoef je niet allemaal weer vies te plassen. Waarom denk ik nu dat? Nu zijn de beestjes toch rustig. Nu is het nog niet zo druk. Nou, nee hoor, die trekken zich er allemaal niks van aan hoor. Daar zit al vol leven nu. Echt? Ja. Maar goed, Sarah, die jasje. Die heb ik 2 jaar geleden gekocht, Mila. En hij viel zo groot. En dan bijvoorbeeld. Het is een 110, 116, toch? Ja, en hij past nu wel. Hij is nog net iets ruim, maar hij past eindelijk. Ja, echt. Bizar hoe lang je daarover gedaan hebt, hè? Ja, maar is het leuk. Helemaal kapot van het fietsen. De weg is natuurlijk open. Dus die is echt één grote bobbelbaan. En dat fietst zo zwaar en ik had zware boodschappen. Ik ben heel kapot. En sowieso echt sinds de zomervakantie voorbij is, heb ik zo moeite met opstaan. Elke ochtend weer. Het gaat echt helemaal nergens over. Ik kom er nu uit. Dat was de eerste week. Moest echt Marco moeder elke keer uittrekken. Die maandag ging het goed. Vanaf die dinsdag ging het fout. Ja, ik moet gewoon echt weer in dat ritme komen. En het stomme is. Ik ga nu meer op tijd naar bed. Dan dat ik daarvoor elke keer deed. En toch heb ik nu gewoon veel meer moeite om mijn bed uit te komen. Dus ja, dat is natuurlijk heel raar. Je zou verwachten dat het dan beter gaat. Maar helaas. Ik ga die meiden uit school halen. Het is zulk lekker weer. Het is de eerste nazomerdag. Het moet vandaag 28 graden worden. Maar of we dat gaat halen weet ik niet. Maar voor nu is het in ieder geval heerlijk. Ik heb trouwens dit jurkje weer aan vandaag. Van Warehouse en mijn vagabondlaarsjes. En nu heerlijk met dit weer lekker wandelen. Ik vind het echt wel lekker. Ik kan er wel gewoon genieten die dagen dat ik even naar school mag tussendoor met lekker weer. Dametjes zijn lekker aan het eten en voor Mila de tafel van 6 aan het oefenen. Ze hadden het tafelbord en daar zitten blokjes met aan de ene kant dus de som en aan de andere kant het antwoord. Dus eigenlijk is Sarah nu Mila aan het overhoren. En ze zijn aan het eten. Zeg maar. 48. Ja. Kindjes zijn weer op school. Ik zit echt net te denken. Heel vaak heb ik heel even, dan kom ik thuis, ga ik even 5 minuutjes zitten of zo, heel even acclimatiseren of zo. En dan pak ik echt de camera. Maar dan lijkt het net of ik volgens mij de hele dag op de bank zit. Of dat is mijn gevoel nu. Nu ik erover nadacht. Maar het is wel grappig. Want ik doe zoveel. Maar ik denk ja, dat de dingen die ik voor een heel gedeelte overdag doe... zijn niet boeiend om te filmen. Of in ieder geval af en toe een keer leuk, maar niet elke dag. Want ik vind het al niet eens leuk dat ik ze elke dag moet uitvoeren. Dus laat staan als dat elke dag film... Dus ja,
Nou, ik zit dus niet daar heel de tijd. Sterker nog, ik zit er eigenlijk vrij weinig. Ik vind dit ding trouwens echt leuk. Dit is dat tafelbord. De meiden waren er echt lief mee onder het eten. En Lila voelde zich helemaal zelfverzekerd dat ze de tafels wist. Ze had eigenlijk de tafel van 1 en 2 weet ze. En die van 10. En toen ging ze die van 3 oefenen. En die ging eigenlijk ook al redelijk. Terwijl die hoeft ze eigenlijk nog niet te weten. Maar dat vond ik wel heel leuk dat het al goed gaat. Maar die zijn voor volgend jaar. Dus ja, dat. Ik ga in ieder geval nu even verder opruimen. Zij heeft een playdate na het eten. Dus ik ga er even gebruik van maken van mijn tijd. En daar dadelijk ophalen. Dus ik denk dat jullie me dan inderdaad pas tegen die tijd dan weer zien. Dit stukje heb ik dus echt niet gemist. Het is lekker buiten en het is gelijk weer een sauna in de auto. Dus gelijk standje max. Of de airco op standje max. En ik ga Sarah ophalen. Ik ben benieuwd of ze het leuk heeft gehad. We zijn weer thuis. En Sarah, je hebt het leuk gehad, hè? Ja. Dat is heel erg fijn. En ik ga keizerswarm maken. Dat is een Oostenrijks pannenkoekgerecht. Dat is heel erg lekker. Dat is heel erg vies. Nou, je hebt net beslag geproefd en je vond het gewoon lekker. Dus dat komt helemaal goed. Ja, even. Oh, kijk hoe lekker dit eruit ziet. En dit eten we met appelmoes. En dit is papa's plaak. Ja. En nu lijkt het weer of ik heel de dag op de bank hang. Sarah ligt net op bed. En ik ga even editen, want Marco is er niet. En ja, nu heb ik tijd. Oh, dit is echt zo slecht, maar zo lekker. Dit heeft Marco meegenomen. Ik hou hiervan. Maar het is zo niet goed dat ik dit ga eten. Oh, ik heb me net zo vol gegeten. En dat mijn buik best wel even pijn deed. Maar ik had net daarvoor ook een heel klein snackje op, zeg maar. En toen kwam Marco met het eten. En dat vind ik zo lekker. En hij had iets dubbel erin gekregen. Dus dat had hij ook gedeeltelijk op mijn bord gegooid. Dus echt, oh. Maar goed. Ik ga nu lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd? Klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei!